Welkom bij Focus. Heel ondernemend Os leefde de afgelopen weken toe naar het businessgala, want één van die ondernemers zou ondernemer van het jaar worden. En dat is gebeurd. De ondernemer van het jaar en de veelbelovend ondernemer van het jaar zijn bekend. Aan tafel zitten Marco van Bergen en Fokke Roeland. Welkom beiden. Ja, u bent Marco van Bergen, eigenaar van 2 Jumbo supermarkten in Os en ondernemer van het jaar. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het is fantastisch. Het is wel zeg maar toch een kroon op datgene waar je gewoon jarenlang mee bezig bent. En ja, ik had niet gedacht dat het zoveel met me zou doen, maar het is echt super gaaf. We zijn nog steeds flink aan het nagenieten en ja, een geweldige avond gehad en echt enorm van genoten. En ja, dit is het meest haalbare als ondernemer? Ik weet niet, het is een enorme eer, denk ik. Ik bedoel, als je gaat kijken naar wat voor prijzen dat vergeven zijn in onze regio, dan is dit denk ik toch wel een van de meest aansprekende prijzen. En een enorme waardering van Os en met name ondernemend Os voor hoe je bezig bent. En ja, ik zou jokken als dat niks met me zou doen. Dacht u van tevoren dat u kans zou maken? Ja, ook daarin wil je altijd eerlijk zijn naar jezelf. Dat is altijd een combinatie van trots en bescheidenheid. Ja, precies. Ik wou zeggen, als ik niet als bescheidenheid zeg maar niet de voorgrond heeft nu, dan hou je daar wel rekening mee. Ik bedoel, mijn naam werd toch wel een aantal keren genoemd dit jaar. En ook van mensen dat ik denk van nou, hè, jij zou dat misschien wel eens kunnen weten. Mensen die je nomineren, mensen die enthousiast zijn en die nou ja, zien hoe je bezig bent met je bedrijf. En vindt u dat u het verdient? Ik denk wel dat wij in die zin ons als bedrijf zeg maar dusdanig profileren dat die prijs verdiend is. Ja. Ik denk als ik kijk hoe wij vanaf 84 met ons bedrijf in Os aan het ondernemen zijn, wat we ondernomen hebben, wat we gedaan hebben, hoe we terug investeren in Os, de sociale maatschappelijke betrokkenheid die dan we hoog hebben verdiend. Zitten. Ja, dat vind ik wel. Daar gaan we zoveel verder op in. Ja. Want Fokke Roeland, ja, de veelbelovend ondernemer van het jaar, niet alleen die titel gekregen, samen met Lonneke van der Locht. Want jullie hebben speciaal bierbrouwerij Ooijen overgenomen. Ja. En anders is deze situatie natuurlijk, want jullie waren een van de genomineerden. Was zo'n avond dan heel spannend? Ja, dat is heel spannend, ja. Dat klopt. Ja, dat is zeker de laatste uren moet ik zeggen dat ik daar meer last van had als Lonneke. Lonneke kon daar toch op de een of andere manier beter mee omgaan als ik zelf. Ik had er echt last van, zeker de laatste uur. Het is precies hetzelfde een beetje wat je zegt. Hè. De nominatie is natuurlijk al een hele eer om in de 6 weken voorafgaand genomineerd te worden. Dan wordt het laatste moment wel steeds spannender, ja, dat moet ik wel zeggen. Ja, en dan komt op een gegeven moment die naam, dat wordt dan in één keer genoemd. En dan? Nou, ik weet niet of er beelden van zijn, volgens mij wel. Maar de reactie van mij was duidelijk dat ik daar heel erg blij mee was. En echt super trots ook. We trots op zijn, laten we erop stellen. Maar echt een hele eer. Heel bijzonder. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag waarom jullie dat dan beide hebben gekregen. Die titel, we hadden het er net al heel even over. U zegt, ik heb het eigenlijk wel verdiend. Nou, dat wil ik dan ook wel even horen. Wat zei die jury? Het is natuurlijk sowieso een eer dat de burgemeester die prijs overhandigt. En dan allerlei mooie woorden heeft waar kennelijk toch met een aantal mensen goed over nagedacht is. Maar wat sprong eruit? Wat is wat ik fantastisch vond is dat Frits Verneert, directeur-eigenaar van Jumbo Supermarkt, ook nog benaderd was. En op dat moment ook gezegd had van nou ja, Marco van Bergen is echt een ambassadeur voor Jumbo ook. Nou, dat zijn dingen die wel iets met je doen. Hè? Op het moment als de burgemeester stelt dat je dus met je medewerkers, waar we echt voor gaan, en de sociale maatschappelijke betrokkenheid in Os vooraan loopt en daar je nek voor uitsteekt. Dat is ook hetgeen wat we willen. En als dat gewaardeerd wordt, is dat fantastisch. Want zonder onze medewerkers kan ik helemaal niks. En dat is echt ons kapitaal. En daar investeren we veel. Want u bent ondernemer van het jaar geworden, maar u praat ook heel erg in wij en het bedrijf. Dus u ziet dat echt als een gezamenlijk iets. Ik zou onmogelijk in de ik-vorm kunnen praten. Kijk, als mij de vraag persoonlijk gesteld wordt, dan gaat het om Marco van Bergen. Maar ja, het is een cliché, maar het komt echt uit de grond van mijn hart. Zonder mijn mensen, inmiddels meer dan 300, kunnen wij echt helemaal niks. En ja, dat is onze kracht en daar gaan we mee verder. En dat motiveert als je zo'n prijs hebt gekregen. Dus dat, daar wil ik dat echt de nadruk op leggen. Ja, wat zei de jury over jullie? Nou, het mooiste vond ik van het juryrapport, wat inderdaad voor werd gelezen door bij ons ook de burgemeester. Rond onze plannen en ambities werden daarin heel mooi verwoord. Ook door de burgemeester. En het mooiste is eigenlijk om de tijd waarin we het bedrijf hebben overgenomen. De plannen die pap en mama in mijn ogen altijd begonnen zijn op de plek waar we nu zitten. Echt begrepen werden door de juiste mensen. En dat is misschien eigenlijk voor de hele nominatie misschien wel de grootste prijs die we mogen krijgen. Ja vooraf, de burgemeester heeft natuurlijk ook gezegd om deze titel te krijgen, wat jullie dan eigenlijk moeten hebben qua eigenschappen of moeten tonen in de samenleving.
En daar zat ook in dat het ook iets vernieuwends moest zijn en zo. Wat doet de speciaal bierbrouwerij dan voor vernieuwends? Nou, kijk, als brouwerij maken we natuurlijk in de hoofdzaak bieren. Nou, daarin zijn we natuurlijk niet vernieuwend. De combinatie, als ik dan een voorbeeld mag noemen, van onze Maasworst bieren, waarin wij onze ingrediënten nu betrekken vanuit de streek. Waarin we dus onze eigen tarwe, spelt, brouwgerst en hop kweken op de Maasworst. Op de kop van de stelt en hees zelfs. Daar zijn wij dus redelijk uniek in. Ik zeg niet helemaal uniek, maar dat is uiteindelijk denk ik het woord streekproducten ook een echt belangrijk product voor ons bedrijf. Die de toekomst graag tegemoet gaat. Nou, daarbij zijn we als horeca natuurlijk uniek in onze plek, ons bedrijf in het buitengebied van de gemeente Os. En daarin doen we veel met op dit moment de Afrikaanse braai, de grote stukken Amerikaanse stukken vlees die we op luxe wijze presenteren aan onze gasten. Ja, want dat dus moet wel even verschil gemaakt worden, hè? Want Lonneke is vooral het restaurantgedeelte, ja. Dus er zit een soort taakverdeling in. Hè? Ja, ja, heel duidelijk. Lonneke is echt van de horeca gedeelte, hè? Dus de algehele planning en daarin de 35 medewerkers. Ik ben samen met Spap nog echt van de brouwerij, het maken van onze streekbieren, brouwerij Ooi en dan de Maasworst bieren. Dan is vooral mijn taak het produceren, het maken en verkopen van deze streekproducten. Ja. Een paar dingen. Ik moet heel even spieken, maar wat de jury heeft gezegd, daar heb ik natuurlijk wel even naar gekeken. De bierbrouwerij wil Nederlandse dekking, dus dat is ook wat jullie zoeken, het breder dan Ooijen of de gemeente Os. Ja, klopt. Maar we willen ook veel meer andere dingen gaan doen, hè? Nou, de combinatie eigenlijk van ons bedrijf en het buitengebied moet uiteindelijk het belevingscentrum worden van brouwerij Ooijen. Het maken van bier is een onderdeel van ons bedrijf. We zouden heel graag op lange termijn ook graag willen gaan stoken. Hè. De distillatieklom die een wezenlijk onderdeel moet gaan worden. En daarin zou ik voorbeelden van Calvados, gin, jonge jenever kunnen maken. Om van onze lokale appels, lees ik. Ja, inderdaad. Ja, zeker. We hebben natuurlijk dus, maar is dat iets, dat vooral die streekproducten, is dat iets wat dan bij jullie zo terugkomt? Nou, het woord streekproducten en het maken van streekproducten is ik denk een heel belangrijk onderdeel. Ook voor de aankomende periode van ons bedrijf. Ja, daar geloof ik heel erg in. De combinatie van het gebruiken van ingrediënten uit de streek is niet alleen het verhaal, maar ook de kwaliteit die we daarin op fatsoenlijke wijze kunnen brengen aan onze klanten. Ja. Iets wat voor de ondernemer van het jaar dan belangrijk is en wat meer dan bij een veelbeloofd ondernemer is, dat die sociale betrokkenheid bij de gemeente groot moet zijn. U zegt net zelf, dat hebben we. We hebben dit eigenlijk verdiend. Wat is precies wat jullie doen? Ja, nou goed, als ik net voor hoor praten over streekproducten en ook over zeg maar lokaal kijken waar de kracht zit met elkaar, daar geloven wij natuurlijk ook enorm in. En proberen we daarin ook onderscheidend te zijn ten opzichte van andere supermarkten. Hè? Want we hebben natuurlijk te maken met een formule die op zichzelf al heel erg krachtig is. Maar de formule is juist landelijk. In hoeverre heeft hij al nu nog eigen ondernemersvrijheid? Ja, wel heel erg veel. Hè? Ik bedoel, dat verschilt wel per ondernemer, maar wij kunnen toch wel heel erg veel zelf beslissen. Aan de andere kant heb ik geen enkele illusie zeg maar, om de Jumbo-formule die aan zich heel krachtig is, om daar iets aan te willen veranderen. Daar hebben we maar één doel. En dat is die formule gewoon krachtig uitdragen zoals die bedoeld is. Omdat ik daar ook 300% achter sta en onze medewerkers ook. Maar wat wij kunnen is lokaal kijken hoe kunnen we samenwerkingsvormen zoeken. Hè? Wat we doen met de bakkers Lamers, wat we doen zeg maar, met Lomans salades. Dat is vrij uniek en daar scoren we ook ontzettend goed mee. Op het moment als wij zien, zeg maar, ik zal ook altijd proberen zoveel mogelijk met Osse bedrijven zoveel mogelijk samen te werken. Om daar te kijken wat je direct en lokaal nog aan toegevoegde waarde kunt leveren in je winkel. Ja, en dan is er ook nog veel sponsoring, hè? Winterland, ja. Samenloop voor Hoop. Ja. Kindervakantieweek, ja. Ik moet even nadenken, ja. Maar er is een aardig rijtje. Ja, dat doen we bewust. Waar komt die betrokkenheid vandaan? Ja, nou goed, ik vind het echt vanzelfsprekend. Als het goed met mijn bedrijf gaat, dan komt dat, zo simpel is het spel volgens mij. Als het goed met mijn bedrijf gaat, dan komt dat omdat 40.000 mensen, hè, want dat zijn onze transacties per week, iedere week bij ons in de winkel komen. Ja, maar zo denkt niet iedereen. Wat maakt die omslag? Ja, voor mij is het vanzelfsprekend. Door die mensen zeg maar, kan ons bedrijf bestaan. En door een groot deel daarvan weer terug te investeren in diezelfde maatschappij, krijg ik daar zelf een heel goed gevoel aan. Onze medewerkers krijgen daar een goed gevoel aan. En onze klanten vinden het ook geweldig. En ja, weet je, het is belangrijk dat ik gewoon één keer in de 3-4 jaar zeg maar, geld heb om gewoon te kunnen herinvesteren. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat is ook een zakelijk argument om op een gegeven moment te zeggen, het moet goed gaan. Maar we streven er echt naar om ieder jaar gewoon een behoorlijk bedrag gewoon terug te investeren in die maatschappij, in welke vorm dan ook. Daar maken we wel steeds meer eigen keuzes in. Hè. Dus we willen wel gewoon kijken van oké, per jaar en per 2-3 jaar, van welke goede doelen kiezen we uit, welke verenigingen zeg maar, zijn nu aan de beurt. Mensen zijn altijd welkom bij ons om op wat voor manier ook sponsoring aan te vragen. Je kunt natuurlijk niet tegen alles ja zeggen, maar veel nee zeggen we niet. Wanneer gaat u dat doen? Nou, we hebben een duidelijke keuze gemaakt, eigenlijk vorig jaar, om een aantal zaken echt te gaan sponsoren. Zeg maar, hè. Er zijn zaken die in het verlengstuk liggen van ons bedrijf, maar ook zaken die dat absoluut niet zijn.
Het is een wel overwogen idee geweest om sommige dingen wel of niet te doen. We hebben, tenminste ik zelf heb een groot hart bij de Cannabisvereniging het Leven in Ooijen, waarin we nou, afgelopen zondag weer 3 prachtige resultaten mogen halen. Daar zijn we zeer betrokken bij om in ieder geval een aantal clubs zeg maar, daarin financieel te ondersteunen. Dat is een klein deel, maar er zijn ook zaken waarin we ja, ook graag betrokken raken bij bijvoorbeeld FC Os of ja, andere sportverenigingen. Ja, dus dat is wel iets, misschien ooit in de toekomst dan toch ondernemer van het jaar, als dat misschien nog verder uitgebouwd wordt. Ja, als ik daar nou 10 jaar nou voor mag tellen, dan zou dat een hele eer mogen zijn. Maar voorlopig gaan we zo verder niet kijken. Nee, als wij een personeelsflesje geven, dan maar aan mij sponsoren. Ja, we praten zo verder over, dat is fijn. Ja, want dat is die biertjes die gaan nu natuurlijk niet snel gratis over de toonbank. Dus dat is dan kom je al snel op een ander soort sponsoring uit. Ja, klopt. Ja. Als het dan echt gaat over sociale betrokkenheid en er verder niks voor terugkrijgen. Even wat verder over de toekomst, want ja, nu is die titel die is gegeven. Dit moet natuurlijk ook waargemaakt worden of blijvend houden. Hoe gaan jullie dat doen? Ik begin even bij u. Goed, ik zie de titel in ieder geval als een stuk waardering voor in ieder geval wat je tot nu toe hebt gedaan. En nou ja, wat mij betreft is het zeg maar gewoon een motivatie. Er was een journalist die van de week vroeg van en nu ga je natuurlijk stoppen. En ja, dat was natuurlijk ook een beetje prikkelend bedoeld, maar ja, dat als ik iets niet ga doen, is het stoppen. Ik bedoel, dit is A, ben ik daar nog veel te jong voor. Ik heb het gevoel dat ik net begonnen ben. En ja, ik heb zoveel, dit geeft zoveel meer energie weer. Sowieso al met alle dingen wat we aan het doen zijn in ons bedrijf. Maar dit motiveert extra. Dit zorgt voor een stroomversnelling. En voor zoveel positieve vibe in ons bedrijf. En nou ja, vandaag een grote advertentie in de krant waar al onze medewerkers je bedanken, weet je wel. Nou ja, goed, dat zijn de dingen waar je het voor doet. Dat mensen het spontaan initiëren. En ja, daar word ik wel een beetje, ja, daar krijg ik wel een rilling van, zeg maar. Dan denk je van ja, dit is wat, ja, wat je toch uiteindelijk nastreeft en waar je dan ook op die manier terugkrijgt. En ja, daar ben ik echt super trots op. En ja, samen met mij en mijn vrouw. En ja, we zijn gewoon hard aan het werk voor die toko. En daar echt super blij mee, ja. Ja, voor de bierbrouwerij is het natuurlijk anders, want het is een veelbelovend ondernemertitel. Dat betekent ook dat jullie misschien nog veel meer in jullie mars hebben. Jullie hebben ontzettend veel ideeën. Valkuil is natuurlijk wel dat. Moet natuurlijk wel als stabiel bedrijf staan. Kunnen al die ideeën straks van de grond komen? In principe hebben we daarin duidelijke keuze gemaakt om in gefaseerde stappen vooruit te kijken. Bewuste keuze gemaakt om dit jaar ook 2 extra fulltime medewerkers aan te nemen om een bepaalde rust in het bedrijf te krijgen waarin wij uiteindelijk verder kunnen kijken. Nogmaals, gefaseerde stappen wil zeggen dat we de aankomende jaren echt ons gaan kwaliteit verbetering aan willen brengen in ons bedrijf. En dat is natuurlijk de basis. En ik ben wel de categorie heel veel ideeën. En dat kan ik heel lang volhouden, maar ik heb gelukkig Lonneke aan de linker of rechterzijde van me staan die mij dan aan de jas trekt op het juiste moment. Dus die dat heel even in mijn dwang. Ja. Oké, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Tot zover Focus. Meer nieuws kunt u vinden op onze website. U kunt ons ook volgen via Twitter en Facebook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.